Vandaag wil ik u een bijzonder verhaal vertellen. Het verhaal van een stemmenorkest. Opgericht door vrouwen die gevangen waren in een Japans interneringskamp in voormalig Nederlands-Indië. Dit is ook het verhaal van mijn moeder, Helen Colijn. Als jonge vrouw van 21 is zij begin 1942 op Zuid-Sumatra gevangen genomen door de Japanners. Samen met haar zusjes van 20 en 16 jaar. Net als 100.000 andere niet-Aziatische burgers. Ze kwamen in een kamp terecht met zo'n 600 vrouwen en kinderen, waarvan 2/3 Nederlands en de rest Britten en Australiërs. Ze werden een paar keer verplaatst naar een volgende kamp, elk kamp nog erger dan de vorige. Gevangen voor 3,5 jaar totaal, tot de bevrijding in augustus 1945. Meer dan 1/3 van de vrouwen en kinderen heeft het niet overleefd. Ook Helen's vader is gestorven in het mannenkamp. De vrouwen en kinderen hadden constant honger, waren zwaar ondervoed en kregen allerlei tropische ziekten. Aan medicijnen was een groot tekort. Ze sliepen op elkaar gepropt en je kon nooit eens alleen zijn. Dat vonden velen van hen het ergste. Er was ook niets te doen, behalve de dagelijkse taken zoals hout hakken. Geen boeken, geen radio, geen muziekinstrumenten. De verveling was dodelijk. Maar ze hadden wel hun stemmen. Koortjes ontstonden. Maar na 1,5 jaar kregen de vrouwen genoeg van de bekende liedjes. Nora Chambers, een van de Britse vrouwen, kreeg het idee om piano- of orkestmuziek te zingen met 4 stemmen. En Margaret Driber, een zendelinge uit Singapore, had een fantastisch muzikaal geheugen. Met z'n tweeën hebben ze vocale arrangementen gemaakt van klassieke nummers, van onder andere Chopin, Bach, Schubert en Dvorak. Zonder taalbarrière nu konden 30 vrouwen in groepjes in het geheim de muziek instuderen. Op 27 december 1943 hebben ze een eerste concert gegeven. Die avond was de muziek zo mooi dat de Japanse bewaking dit toeliet. Over de maanden kreeg het koor een repertoire van 30 nummers. En bijna 1,5 jaar lang hebben zij concerten gegeven. Zittend op krukjes omdat zij te zwak waren om te staan. Totdat ze ermee moesten stoppen. Omdat de helft van de koorleden was overleden. U hoort nu de Largo uit de New World Symphony van Dvorak. Doe je ogen dicht. En stel je voor dat je al 1,5 jaar gevangen bent. Zwak van honger en tropische koorts. Tussen de ratten, modder, kakkerlakken en alles overheersende stank. Je bent totaal afgezonderd van de buitenwereld. Niet wetend of je ouders en andere geliefden nog leven. Je vraagt je af of de oorlog ooit zal eindigen. En dan hoor je het koor. De muziek tilt je boven de ellende uit. Het geeft een gevoel van menselijk waardigheid en een herinnering aan de buitenwereld. Om naartoe te leven en om voor te willen blijven leven. Mooi is de Largo met dat crescendo aan het eind. You have to sing for victory, had Nora tegen haar koor gezegd. Mijn moeder zei altijd, uit alle narigheid is iets moois gekomen. Hopelijk troostend voor anderen in tijden van moeilijkheden.